bakkersmeisje dat denkt dat ze goed genoeg is voor een rijk en beroemd model? Wat een grap. Dat is toch grappig? Toch? Sabrina! Oh ja, heel erg grappig, Chloe. Je gaat te ver, Chloe. Laat ze met rust, Chloe. Jullie lachen niet omdat je nog iets mist. Een koekje van eigen deeg, snap je? Want ze is een bakkersmeisje. Moet ik mam bellen om je terug te sturen naar dat land waar je beter had kunnen blijven? Misschien ga ik terug naar New York en misschien niet. Maar ik weet zeker dat jij nu naar je plek gaat en Marinette met rust laat. Je bent erger dan zij. En jullie zijn nog erger dan die twee samen. Ik verpletter jullie. Die vernedering van Chloe is precies wat ik zocht. Vlieg, mijn megakoema! Chloe wordt bijna geaccommeerd! Zo, verpletter. Ik ben Monarch. Wat doen we nu? Het verzet heeft maar één vijand, Monarch. Waarom werkt het niet? Boeit ook niet, iedereen kent het plan. Chloe, de kampioenen, we kunnen niets, want wij zijn schoenen. De zon verpletter, superster, ons vertrappen is je werk. Straks ligt iedereen aan mijn voeten. Ons plan is in werking, samen. Ik heb hier een schoen voor je die je past. Jouw reactie op Chloe was net zo smeug als een verse camembert. Ik wilde niet dat het zo ver zou komen, maar ik had geen keus. Plaag, kappen! Dat was één. Tikkie, stip. Nummer 2. Teleport! Samen! Ik heb lang op dit moment gewacht. Mijn wens komt bijna uit. Kattenkakkie! Wat is er? Snel, wegwezen! Nuru, Tikki, Plaag, eenwording! Ik schakel Monarch wel uit! Normaal gesproken niet, maar hij droeg onze Miraculouses niet toen hij onkwetsbaar werd. Dat kun je niet doen, Plaag. Geen zorgen, suikerklontje. We zien elkaar wel weer. Je weet dat wij samen één zijn. Doe je geluksbrenger voor Ladybug. Je bedoelt Scarabella. Nee, ik bedoel Ladybug.